Maar als je met een vrouw bent wiens lichamelijk contact je niet prettig vindt, dan klopt er iets niet. Dan hoor je niet bij haar te zijn. Maar de man, ik begrijp wat jij bedoelt, maar het lastige is, kijk, dan hoor je bij die vrouw niet te zijn. En ten tweede, de mannen vinden bijna altijd lichamelijke contact leuk. Onafhankelijk van wat voor vrouw het is. En dat is ook de reden waarom ze naar prostituees gaan. Meestal hou je niet van het prostituee. Maar puur lichamelijk contact vinden ze bijna altijd leuk. Maar ja, als je als man geen gezonde seksuele relatie hebt met je vrouw, een getrouwde man, dan ga je het buiten zoeken. Ja, dat is wel de instinct van de man, die heeft het nodig. Ja. En dan zeg ik niet dat het schuld van de vrouw is dat hij dat doet, maar het is vaak ook verkeerd denken. Vaak denkt hij van, weet je, ik heb het gehad, ik wil wat anders, wat nieuws, misschien is het andere beter of het andere leuker. Gewoon puur die gedachten, die leugens eigenlijk, die een man ertoe kunnen drijven. Maar die heeft het wel, die heeft wel veel meer instinct daarvoor, ja. Nog iets anders hierover? Sowieso wel goed om te beseffen dat je ook dus een lichamelijke contact anders ervaart als man dan als vrouw. Mannen die kunnen veel makkelijker dus eventueel met meerdere vrouwen lichamelijk contact hebben. Een vrouw die vindt dat veel moeilijker. Omdat een vrouw zich dus op langere termijn, waar ik het eerst over had, wil binden aan een veilig iets. En als dat gezond is, dan is dat zo. Je kunt dat wel beschadigen. Maar over het algemeen, en daarom is het ook zo dat voor een vrouw, een seksuele contact vaak veel intenser is en veel meer impact heeft dan voor de man. Voor allebei is het, zou het even veilig binnen het huwelijk moeten zijn, absoluut. Maar vanuit de traditie kennen we dat het voor de vrouw een andere waarde krijgt. Ja, het is ook wel een beetje menselijk gedacht, maar het is gewoon überhaupt zo dat de vrouw dat veel intenser beleeft, omdat zij veel meer emoties bijlegt. Vrouwen zijn emotioneler, dus die leggen daar veel meer emoties bij. Dus die binden zich ook veel sneller aan een man met wie ze seksuele contact hebben. De man die kan dat uitschakelen. Die vindt het minder erg dan een vrouw. Maar het is wel belangrijk in een gezonde huwelijksrelatie.